volslagen gekte in Nederland. Volslagen doorgeslagen, helemaal de weg kwijt, want de Formule 1 is terug in Nederland. Nou, beste vrienden, moet je horen, ik vind het geweldig. Ik bedoel, ik gun iedereen zijn eigen lol en ik vind het allemaal tot je dienst. Maar ik heb dus niet zoveel met Formule 1. En ik zal jullie uitleggen waarom. Als klein gozertje van 21 werd ik al weggestuurd bij de krant om naar Zandvoort te gaan. Moest ik naar de Formule 1 en toen reed, kan ik me herinneren nog, Gijs van Lennep mee. Nou, en niemand op de krant die wist ook maar iets van het autogebeuren en ik ook niet, geen idee. En ik stond daar maar in Zandvoort. En ik ging maar door in een lawaaiende toestand en een pijn aan mijn hoofd. En dan snoof ik weer alleen maar benzinelucht op. En weet ik veel, ik stond daar totaal verloren. En ook geen idee wat zich afspeelde met mensen die het alleen maar hadden over banden en over dit en over pitstop nu en oh jee. En het ging maar door. Ik stond daar totaal verloren en ik hoopte dat ik nooit meer naar Formule 1 hoefde. En later heb ik het nog wel eens op tv gezien. Maar dan nog, beste vrienden, ik kan me niet voorstellen, en jullie niet en ik niet, hoe het is om in een auto te zitten die meer dan 300 kilometer gaat en die helemaal op de grond zit. Dat weten wij toch niet? Met voetballen weet je hoe moeilijk het is. Voetbal, dat weet je. En andere sporten, volleybal en basketbal, dat heb je wel eens gedaan. Of schaatsen, of dat heb je allemaal wel eens een keer gedaan. En dan weet je hoe moeilijk dat is. Maar toch niet van in zo'n ding zitten en je hebt geen idee. Je hebt geen idee. Ik kan me daar toch niet mee identificeren. Dat is mijn probleem een beetje met de Formule 1. En los daarvan. Als Max Verstappen iemand inhaalt, is het dan Max Verstappen? Of is het dan de auto? Dat is dan de vraag. Wanneer is het de rijder en wanneer is het de machine? Ja. En daar heb ik dan problemen mee. Nog een ander probleem is ineens die oranje gekte. Ja, want nu gaan we met tienduizenden, gaan ze dan weet ik veel naar Oostenrijk en naar Spanje, weet ik veel wat allemaal. Omdat we toevallig nu iemand hebben die om de wereldtitel meedoet. Ja, daarvoor was er altijd een gemiddeld aantal kijkers, een paar honderdduizend, die keken dan op tv naar Formule 1. Maar nu ineens, ja nou, nu zijn we allemaal over op tv, op kranten, alles er te bol van. Want nu zijn we allemaal in Formule 1. En dat is dan weer de bekende Nederland. Ren achter het succes aan landje. En dat stoort mij dan een beetje. Maar voor de mensen die echt van racen houden. En die ken ik. Die mensen heb ik al eens ontmoet. Die zijn helemaal vol van Formule 1. Die kunnen tot in de kleinste details praten over auto's en coureurs. En wanneer je die band moet hebben en wanneer je zus moet doen. En hoe de start gaat. En daar zijn ze helemaal gek van. Ik heb mensen meegemaakt die al hun werk opzij zetten. En zeiden nee. Ik werk niet. Ik moet Formule 1 zien. En 's nachts bed uit. Want dan reden ze in, weet ik veel, Azië, Australië. En dan keken ze altijd Formule 1 en waren ze helemaal bezeten van. Voor die mensen, die gun ik het. Voor die mensen is het waanzinnig leuk dat de Formule 1 weer terug is in Nederland. Heel veel plezier.